We hadden het de vorige keer over lokale aanpassingen. En vandaag ga ik het hebben over het compleet aanpassen van een foto in een handomdraai. En daarvoor heb ik deze foto uitgekozen van deze mooie boot. Voor een project was ik daar een aantal jaar geleden. En dit is in Noorwegen. Ik ga het vandaag hebben over het gereedschap betreffend aanpassingsgereedschap. Nou, dat is een hele mond vol. Uh, omzetten van Engels naar en Nederlands. Dat is nog niet altijd even de sterkste kant in computerland. Maar goed, het zij zo. Wat kan dit filter? Nou, dit filter kan vijf verschillende dingen. Je kunt er contrast mee beheersen met een curve. Je kunt er kleurtonen mee uh, beheersen, verzadiging, uh, belichting. En je kunt hem omzetten in een zwart-wit en dan ook nog wat controle uitoefenen. En die opties die krijg je als je met rechts klikt. Hij staat toevallig op parametrische curve en dat is ook wat we gaan doen. Je ziet aan de rechterkant dat er een curve bij komt. En dit is de curve in camera raw. Laat ik eerst even zeggen... Blijf daar van af. Wil je werken met curve om contrast te beheersen? Doe dat gewoon lekker in Photoshop zelf of in uh, Lightroom. Dat gaat vele malen verder dan in Camera Raw. Hier zijn de opties redelijk beperkt, maar ik ga het toch even demonstreren. Linksonder heb je wat schaduw zitten dat ik die een klein beetje op wil halen. Nou, ik ga gewoon heel simpel daar naartoe. Ik klik en ik moet het wel goed doen. Ik klik en ik ga naar rechts en je ziet. Dat mijn schaduwpartijen lichter worden. Ga ik nou naar links, dan worden ze weer donker. En je ziet ook in de curve dat er een klein boogje onderin komt. En dat geldt ook voor de hooglichten. Ga ik daar staan en klik ik en sleep ik, dan krijg ik meer hooglichten als ik naar rechts ga. Of als ik naar links ga, krijg ik minder. En je ziet dat de curve verandert. Nou. Dit gaat lang niet zo ver als in Photoshop, dus nogmaals, wil je, dat, uh, wil je daar echt precieze controle in hebben? Doe dat gewoon lekker in Photoshop. Er zijn nog meer opties, maar uh, ik zal eerst de foto herstellen. En daarvoor hou ik de Alt ingedrukt en dan klik ik op herstellen hieronder. En dan ga ik terug naar mijn beginwaarde van de foto. Ik klik weer met rechts en ik klik op kleurtoon. Nou, en nu geldt het eigenlijk hetzelfde. Ik krijg een uh, achttal kleuren waarvan ik de toon kan veranderen. Natuurlijk kan ik aan de schuifjes zelf komen. Maar ik kan ook zeggen van hé, hey, als ik toch eens gewoon klik en versleep. Dan zie je dat mijn kleurtoon aangepast wordt. De blauwe lucht uh, krijgt veel meer paarse tinten. En je ziet dat niet alleen de blauwe tinten zijn veranderd, maar ook de paarse tinten daaronder. Dus dit is niet puur blauw. Hier zit ook een heel klein beetje paars in. En ja, het houdt dus een beetje rekening daarmee. En dan pakt dus beide schuifjes aan. En ga je aan de schuifjes zelf trekken. Ja, dan moet je natuurlijk gewoon ieder schuifje apart behandelen. En zo geldt dat eigenlijk ook voor verzadiging. Het programma kijkt zelf met welke tint ben je nou echt aan het werk en gaat daarmee aan de slag. Want klik ik bijvoorbeeld op het rood, dan gaat hij in de oranje en rode tinten aan de slag. Nou, en dan is er nog de optie luminantie, en dat is eigenlijk niet meer dan de helderheid. Sleep ik naar links, dan wordt het donkerder, en sleep je naar rechts, dan wordt het lichter. En dan heb je ook nog grijswaardemix. En dan denk je van ja, dit is nou wel mooi grijs, zwart-wit, maar je zou kunnen zeggen van nou, ik wil mijn uh, lucht, die is blauw, die wil ik bijvoorbeeld wat donkerder. Ondanks dat we een zwart-wit foto hebben, houdt die toch rekening met uh, de achterliggende kleur. Want als ik nou klik, zie je dat die toch in de blauwe tinten aan de slag gaat en dat het rood van mijn boot bijvoorbeeld ongemoeid blijft. En dat kan bijvoorbeeld nog wel een klein beetje oplichten. Zo heb je al aardig wat controle. Nou, heeft dit voordelen? Ja, dit heeft wel voordelen. Want dit betekent dat je vrij snel toch rigoureuze veranderingen kunt maken. Heeft het nadelen? Ja, dat ook. Want ik ben bijvoorbeeld altijd gebonden aan deze acht sliders. Het kan niet nauwkeurig genoeg om uh, hele kleine, precieze aanpassingen te maken. Ik kan bijvoorbeeld niet zeggen van nou doe alleen de lucht. Als ik bijvoorbeeld is de kleurtoon verander. Je ziet dat het hieronder ook effect heeft op mijn water. Ik zal het nog een keer veranderen. Dan zie je wat er in de reflectie van het water gebeurt. Je hebt geen mogelijkheden om dit uit te maskeren. En dat is eigenlijk wel jammer. Dus wil je dit soort dingen doen, dan kun je dit ook later eventueel in Photoshop doen. Maar als je snel een foto weg moet werken, dan zou het eventueel nog wel gewoon kunnen.